Hoi iedereen, zoals jullie waarschijnlijk wel weten heb ik een eigen website, Twitter en Facebook. En dan schrijf ik altijd verhaaltjes over badminton en hoe het met mij gaat. Dan leek het mij eigenlijk wel een leuk idee om jullie ook af en toe met filmpjes op de hoogte te houden. Vandaar dit eerste filmpje van mij. En volgens mij noemen ze dat tegenwoordig vloggen, video, webloggen. Dus dit is mijn eerste vlog, laat ik het zo zeggen. Misschien hebben jullie het al wel een beetje in de gaten gehad, maar ik ben de laatste tijd al een beetje aan het sukkelen met blessures. Ik heb nu last van mijn voet en daardoor kan ik niet superveel op de baan trainen, wat heel vervelend is. Maar daarom ben ik dus heel veel in het krachthonk te vinden en ben ik veel aan het fietsen. Dus dat heb ik net ook gedaan. Het gaat op zich wel beter met mijn voet hoor. Ik ben ook begonnen met acupunctuur en ik heb wel een beetje het gevoel dat het aanslaat. Dus hopelijk kan ik binnenkort weer wat meer dingen doen op de baan en kan ik daarna weer wedstrijden gaan spelen. Dus dat is wel goed nieuws dat het nu wat beter gaat. Ja, verder heb ik eigenlijk ook een leuk nieuwtje. Ik heb namelijk een nieuwe sponsor geworven. Het is een merk speciaal voor vrouwen. En ik gebruik het al best wel lang, al een aantal jaren. En het is echt gewoon een super fijn merk. Ben je benieuwd wie mijn nieuwe sponsor is? Check dan even mijn website www.keelmuiletten.nl. Voor degenen die niet weten hoe je dat schrijft of spelt, heb ik een link in de beschrijving van het filmpje gezet. En ja, klik daar even op en dan zul je zien wie mijn nieuwe sponsor is. Ik ga nog even buikspieroefeningetjes doen en laat anders even een reactie achter hier onder het filmpje. Zodat ik weet wat jullie van mijn idee vinden over het vloggen. Dat was mijn eerste vlog en hopelijk vinden jullie het leuk. Doei doei!